Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Mario Galaxy video. En je ziet het al rechts onderin. Vandaag gaan we naar Bowser Galaxy. Bowser gaat je pakken. Oh ja, doe maar weer zo. Nooit mij supporten, jongen. Ga lekker chillen, man. Laten we gaan naar deze nieuwe galaxy. We gaan eens even kijken of Bowser inderdaad in een alien is veranderd, of niet. Ah, het is Bowser Jr.'s Robot Reactor. Bowser Jr.? Hij komt geen eens zelf stoer doen tegen mij, hè? Hij stuurt gewoon Bowser Jr. Het is een beetje jammer, jongens. Het is een beetje jammer. We gaan naar de Mega Legs Moon, ofwel de Mega Benenmaan. Oké dan. Wat? Oké, ik zie allemaal speciebollen inderdaad. Ik denk dat Bowser inderdaad gewoon een alien is geworden. Ik bedoel, hij moet hier ergens rondzweven in de galaxy. Oké, wat zijn dit voor enemietjes? Ik kan jullie zeker niet... Ja, ik kan jullie zeker wel zo met zo'n spin attack gewoon even... Ja, jammer. Oké, bedankt voor dit uppie. Ik wilde dus zo'n guy er tegenaan schieten eigenlijk. Gewoon zo als dit. Maar oké, dat werkt dus blijkbaar niet. Deze moet ik gewoon hierin schoppen, hè? Of slaan. Ik moet ze gewoon in die gaten schoppen of slaan. Kijk, dat dus. Hoppakee. Oké, nu moet ik dus alleen zorgen dat ik weer zo'n bullet bill op mijn bakkers krijg. Waar is bullet billetje? Oh, hier, er komt er een aan. Er komt er een aan. Ja, kom maar. Hier. Auw. Oké, dit moeten we toch even iets beter gaan doen. Bullet bill, ik ben hier. Ja, kom maar. Ja, goed zo. Hier. Kom nou gewoon even mee, bullet bill. Ik ben hier. Kom je? Hallo? Maar hij is helemaal aan de andere kant. Kom eens even mee. Ja, ja, kom hier maar tegenaan. Kom maar. Juist, kijk. 3 muntjes. Hoppakee. Hebben we weer leven erbij. Nice. En dan nog een keer proberen, hoor. Kom maar. Kom maar hier tegenaan. Ja, nice. Ja, blijkbaar kan je ook gewoon op I drukken als je in die sterren wil. Ik zat helemaal te schudden elke keer met mijn controle, maar dat is helemaal niet nodig. En nu zijn we hier. En daar is die Bowser Jr. Kom dan. Ik pak je, vriend. We hebben al zoveel battles gedaan. Kom maar op, vriend. Hij zegt, ik heb geen eens de hulp van mijn vader nodig om jou te verslaan. Kom op, Mega Lag. Stamp op hem met de kracht van de grote ster. Ja hoor. Het alarm gaat af. Wij gaan hem eens even een poepie en scheetje laten ruiken. Oké. Dit ding is best wel groot, inderdaad. Dit is inderdaad een Mega Lag. Holy crap. Oké, wat moeten wij doen? Moeten we die bullet bills even tegen zijn benen aan laten plempen? Kom maar. Oh, dat werkt niet. Nee, ik moet gewoon hier omhoog. Nog meer bullet bills. Ontplof tegen elkaar dan. Oh, nice. Kan ik hier naartoe? Ja, er waren allemaal rode pijlen, maar ik kan gewoon hier naartoe. We kunnen gewoon naar boven klimmen. Let's go. Dit gaat lekker. Dit gaat toppie. We zijn bijna boven. Kom op. Hier tegenaan. Lekker. Is dit hem al? Oh, wacht even. Dit is hem nog niet. Oké. Er komen nog meer bullet billetjes. Oh, er komen echt superveel bullet billetjes. Hallo? Bullet billetjes, waar gaan jullie naartoe? Kan ik er eentje hier naartoe begeleiden misschien? Kom maar. Ja! Knal er tegenaan dan! Knal dan! Lekker! Top! Oh, nu hebben we dus een opening. En nu, als het een beetje goed gaat, kan gewoon voor nog een opening zorgen. Ja, kijk, dit is wel op zich wel makkelijker. Nu heb ik een grote gat, dus dat is nice. Nu zitten er 3 achter me aan. Billetjes, kom maar lekker hier naartoe. Hallo? Zijn jullie nou echt tegen elkaar geknald? Er leeft er nog één. Is het hek gewoon gemaakt nu? Het hek is gemaakt. Nee joh. Ik dacht ik maak eens rustig heel dat hek kapot. Maar dat werkt gewoon niet zo. Dus ik moet dit blijkbaar... Ik moet ze er echt insturen. Oh, wow. Het hek wordt continu gemaakt. Oké, sneller. We moeten sneller zijn. Kom op. Kom maar. Juist. Ja. Zo doen we dit. Lekker. Daar ga je, jongen. Met je mega benen. Jij Bowser Jr. Hij is lekker ontgeploft, jongens. Ik weet dat dat geen goed Nederlands is. Maar het klinkt gewoon leuk. Hij is ontgeploft. En hier hebben we de grote ster te pakken. Woep woep. Kijk. Dit voelt goed, jongens. We hebben Bowser Jr. zijn eerste lesje geleerd. Yay! Rosalina, hier komen we aan. We hebben de Grand Star te pakken. Hoppakee, daar gaan we. Ja hoor. Oké, dit ziet er al iets beter uit, maar nog steeds niet helemaal goed. Eens even kijken wat er nu gebeurt in deze wereld. Er komt een nieuwe... Ja, een nieuw pad naar de volgende
galaxies, denk ik, waar we naartoe kunnen. En de galaxy is compleet, wordt gezegd. Maar we hebben nog een hele planeet die we daar moeten doen. Hallo, Rosalina. De bal van die vlam representeert de kracht van het observatorium. En we noemen het baken, de beacon. Als je een grand star redt, dan gaat er een klein beetje star power, die wordt weer hersteld. En de baken, die groeit. En de komeet observatorium, die kan die kracht gebruiken om te vliegen door het universum. En als alle kracht is hersteld, dan kunnen we naar het midden van het universum. Dat klinkt hartstikke top. De kracht is aan in een nieuwe dome. En dat is hier, dus we kunnen nu naar die fountain toe. Oftewel de fontein. En het is daar heel relaxed, zegt deze gast. Oh, kijk, hier staat nu een bord inderdaad, waar al die galaxies zijn en waar we naartoe kunnen. Hey, nu heeft deze toad me wel wat te vertellen. Hallo? Mario, ik ben de mail toad en hij heeft een brief voor mij. Oh, dit is een brief van Peach. We krijgen een cadeautje van Peach en ze heeft er alle vertrouwen in dat we haar komen redden. 5 uppies? Nou, dat is super chill. Hebben we 5 levens erbij? Dat is zo aardig. We zitten gelijk op 10 levens. Nou, in deze dome hebben we dus nog 1 galaxy die we moeten doen. En dit is deze galaxy. Ik heb geen idee wat voor galaxy dit is. Dit is de Flip Switch Galaxy. En er is maar 1 level. Laten we dit even gaan checken. En we moeten heel de planeet blijkbaar geel maken, want dat is de titel van deze planeet. Aha, dus we moeten op elk vraagtekentje zien te stampen of zo. Dus even kijken hoe dit allemaal werkt. Kijk, deze is nu geel. Oké, deze... Ah, oh, deze is nu ook geel, maar... Oh, dit gaat al helemaal fout. Oh, ik denk dat ik hier een leventje ga verliezen, jongens. Dit ziet er niet goed uit. Oh, deze is nu ook geel? Ja, top. Oh, dit gaat echt fout. Dit gaat helemaal fout, jongens. Ik heb nog maar... Ah, kom op. Nee. Nee. Oké, dit is de eerste moeilijke planeet, volgens mij. Volgens mij moet ik letterlijk... Oh, wacht even. Kijk, we kunnen hierop springen. En dan kunnen we natuurlijk weer gewoon naar boven toe. Ik laat dat muntje even liggen, denk ik. Kijk, nice. Dan kunnen we niet hierop. Hierop. Moeten we alleen even... Weer terug op deze straks. Kan dat als ik hier op dit randje ga staan en dan... Ja, kijk, dit gaat helemaal goed. Top. Oké, okay, let's go. En door. En door. Ja, nice. Nice. Oh, hij begint echt 3 keer te schieten. Oh, dit gaat helemaal fout. Nu gaat het beter. Nu gaat het beter. Yes. En door. En door. Lekker. Oké, okay, top. Top. Waar gaan we naartoe? Ik moet nu deze nog geel maken. Ja, kijk. Oké. Okay. En nu moeten we nog even naar die ster. Oké, okay. Het lukte in 2 keer, jongens. Het viel mee. Ik dacht even dat het helemaal fout zou gaan. Ja, oké. Okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En dan moet ik denk ik nu hierop... Ja, hoppakee. Lekker. Volgende ster is in de pakket. Ik weet ook niet waarom ik in de pakket zei. Kan ook gewoon zeggen in mijn broekzak. Hoppakee. Deze galaxy is ook weer compleet. En volgens mij hebben we hier nu alles gedaan. Jap, jap, jap. Alleen bij sommige staat dus een kroontje, hè? Kijk, hier staat een kroontje bij, maar hier staat geen kroontje bij. En bij deze ook niet. En bij deze weer wel. Wat zou dat betekenen? Dat heeft vast een betekenis, dat er bij de ene wel een kroontje staat en bij de andere niet. Oh, wat? Hebt hij nou weer honger? Hij moet 400 starbits hebben. Ja, heb ik wel. Zal ik die dan maar gewoon erbovenop knallen? Ik bedoel, we moeten dit waarschijnlijk toch een keer gaan doen. Hij zit helemaal vol en wat gaat hij doen? Transform! Woehoe! Oké, waar ga je naartoe? Wat ben je aan het doen? De Sweet Sweet Galaxy. Zullen we naar de Sweet Sweet Galaxy? Zullen we dit gewoon doen? Rocky Road is het level waar we naartoe moeten. Oké. Ja, nee, dit is weer zo'n puzzel. Dit wil ik toch helemaal niet. Dit ziet er al gelijk hartstikke lastig uit, jongens. Dit gaat sowieso keihard fout. Ik heb paniek. Ik heb paniek. Oké. Okay. Loop, 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 loop. Spring, denk ik. Nice. Loop, 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 loop. Oké, okay, nu kunnen we rechtdoor springen. Nice. Langs de zijkant. Gewoon langs de zijkant, Mariootje. Lekker. Oké, okay, het eerste stukje is gehaald. Oh, dit wordt zo'n paniek. Dit wordt zo'n paniek. Of niet. Of niet. Misschien niet. Misschien niet. Misschien niet. Misschien gaat dit gewoon goed. Oh, lekker. Oké, en nu? Hier naartoe springen. Lekker. Oké, okay, ik kan hier heel goed doorlopen. Ja, nice, nice, nice. Loop maar gewoon. Probeer zo min mogelijk te springen gewoon. Want ik denk dat dat de beste optie is. We hebben het uppie gepakt. Nu moet ik wel even springen. Oh, hier moet ik sowieso nog harder springen. Nice, nice, nice. Door, 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 door. Ga door. Ja, lekker. Oké, we zijn er echt al bijna, hè. Alleen dit wordt wel een lastig stukje. Dit wordt een lastig stukje, jongens. Ik hoop dat deze jumpies allemaal goed gaan. No! Oh, 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 we leven nog, we leven nog, we leven nog. Oh, dit is zo lastig. Ga door, ga door, ga door. Spring! Nee!
Oh, we mogen nu wel hier starten. We starten ongeveer op de helft. Oké, dat scheelt. Oké, en rennen maar. Rennen. Zo min mogelijk springen. We kunnen natuurlijk gewoon hier de up elke keer pakken. Dan verliezen we geen levens. Kijk, hoppakee. Nice. Toppie. Nu een goede jump. Ja, nice. Nu weer een goede jump. Ja, top. En door. En lekker. Oké. Ik denk dat ik die jump trouwens ook hier moet doen straks. Die verre jump. Nee! Ik vind dit trouwens helemaal niet zo'n sweet, sweet galaxy. Dit is een very difficult galaxy. Oké, go. Spring hierop. En spring hier naartoe. En spring daar overheen. Nice. En nu door. Ja! Zie je wel? We kunnen dit gewoon. Lekker. Oké, dit jongens was tot nu toe wel het moeilijkste level, denk ik. Maar, hoppakee. Hier is die. De ster. We hebben hem gewoon te pakken. We hebben hier 400 starbits voor betaald. Ik vind het wel een beetje een dure ster hoor, dit. Maar goed. We hebben hem te pakken. Oh, en we hebben gelijk een nieuwe galaxy ontdekt. En dat is de galaxy in de fontein ook. Nou, laten we daar maar eens gaan kijken dan, bij die fontein. Hoppakee, let's go. Ja, dit ziet er wel nice uit hoor. Ziet er een beetje uit als de spa in Paper Mario The Origami King. Ja, kijk dan, lekker watertjes en zo, chill. Hopelijk zijn deze levels ook een beetje chill. Er zijn hier 5 galaxies op dit moment en we kunnen er in 2 volgens mij. Nou, laten we in deze galaxy gaan. De Rolling Green Galaxy. Heeft dit met golf te maken? Straks is Mario gewoon een golfbal. Nou, laten we eens kijken. Ja, dit heeft echt met golven te maken volgens mij. Woehoe! Daar gaan we weer. Ja, als je nou gewoon gelijk hier naartoe... Oh, wacht even. Hij vliegt inderdaad hier naartoe. Hé, maar hier is een ster. Maar dit is een bal. We moeten even lezen wat er op het billboard staat. We moeten bovenop de bal springen. Oké, we moeten lekker gaan lopen inderdaad. Hoppa. Oh, en die bal springt lekker mee. Super grappig. En als het goed is, dan verpletteren we alles wat we tegenkomen. Ja, top. Oké, ja, lekker. Ja. Oké, we kunnen muntjes pakken. Ik bedoel, als dat is wat we willen, dan kunnen we prima muntjes pakken. Laten we muntjes pakken. Oké, en in het gat. Ik denk dat dit een beetje automatisch gaat allemaal. Woehoe! Kijk hem rollen dan. Oh, nu moeten we wel op gaan passen. Want nu... ja. Er zitten nu allemaal gaten hier. En die Goomba's die maken het leven ook best wel zuur. Oké, go. Ja, dit dacht ik dus al. Dit moet ook gewoon even rustiger, jongens. Die bal die gaat veel te hard, joh. Die bal moet even chillen, man. Ja, kijk, gewoon zo. Ja, rustig aan. Rustig aan, Mario. Rustig aan. Heel goed, rustig aan. Ja, top. Kijk, dit is een prima tempootje. Niet sneller dan dit. Nee, rustig. Rustig aan. We gaan gewoon chill. Juist. Dit is een beetje het tempo wat ik wel wil. Gewoon zo. La 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 la. La 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 la. Nee, rustig. Rustig, ja. Top. Rustig aan, Mario. Heel goed. Je blijft lekker chillen, Mario. Je wil niet dat dit snel gaat. Je wil dat dit rustig gaat. Je wil de controle houden, Mario. Oh. Oké, top. Nu gaan we even kijken. Oké, we gaan daar naartoe. Oh, wacht even. We moeten om het... Gazon, plantsoen, weet ik veel hoe dat heet, eromheen of springen. Maar dit is wel gevaarlijk, jongens, want dat maakt allemaal tempo. Oh, nee! Die freaking Goomba! Die Goomba hier aan het einde, die was zo naar, hè? Die zorgde er dus voor dat ik niet lekker kon springen. Kom maar. Ja, kom maar. Rustig aan. Ja, maak hem kapot. Oké, en nu rollen en springen. Juist. Lekker. Hopelijk is dit het einde. Dit is het einde. Ja! Oké. Ik moet eerlijk zeggen, de levels worden nu iets lastiger, jongens. Oké, klim maar in dit paaltje en... Hoppakee. Daar is de volgende ster weer. Die 5 levens van Peach, die komen nog aardig goed van pas. En hoppakee, de 12e ster. Jongens, we gaan keihard. We hebben superveel sterren gepakt in deze video. We hebben ook Bowser Jr. verslagen. En als je dat vet vindt, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en... Ja, nou, eigenlijk vooral veel Mario-video's de laatste tijd. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickardTune. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Maar zo.